Het is de eerste oefenwedstrijd van PSV in het nieuwe jaar. Telstar uit IJmuiden, club uit de Jupiler League, is de tegenstander. Daar Balas Dudzak, hij is gelegenheidsaanvoerder. Vrij trap van Dudzak, daar is Marcelo en Varkenvisser, de doelman van Telstar, staat als aan de grond genageld. En al binnen 6 minuten staat PSV op een 1-0 voorsprong door die uitstekende vrije trap van Balas Dudzak. En het schampen van de bal van Marcelo. Centraal bij Telstar op het middenveld trouwens met nummer 10. U zag hem net in beeld. Kevin Brands, de zoon van de technisch manager van PSV. Koevermans met een uitstekende goal. Daar nog een keer de voorzet van Dudzak.